Om deze antennes op de Sint-Servatiuskerk van Megen gaat het. Ze worden gebruikt voor het mobiele telefoonverkeer. Eén bewoonster werd zo ziek dat ze permanent onder een klamboe van metaalgaas verbleef. Maar de straling blijft ruim onder de normen, zegt het antennebureau van de Rijksoverheid, dat uitgebreide metingen liet verrichten. Overal in Nederland zijn elektromagnetische velden in uw huis en op straat. En dus in Megen ook. En die zijn vergelijkbaar met de rest van Nederland. De gemeente Os nam het initiatief om de zaak tot de bodem te laten uitzoeken. En hoewel blijkt dat de situatie in Megen niet anders is dan in de rest van Nederland, vond wethouder Hoeksema het onderzoek toch nodig. Wat we met het onderzoek en het hele uitgebreide onderzoek in ieder geval blijkt, is dat we op heel veel van die vragen antwoord hebben kunnen geven. En daarmee hoop ik dat we in ieder geval ook heel veel onrust in Megen hebben kunnen wegnemen en vragen hebben kunnen beantwoorden. Waardoor ook gewoon de rust in Megen als het gaat over die vragen rondom straling weer terug kan keren. Karen, de vrouw om wie het gaat, is tijdelijk uit Megen verhuisd naar de omgeving van Winterswijk, omdat daar minder straling zou zijn. Haar vader was op de persconferentie. Mijn reactie is dat het politiek gewoon correct is wat hier gepresenteerd is. Ja, ik bedoel, de feiten die zijn gepresenteerd, de metingen zijn gepresenteerd, die kloppen gewoon. Ik heb ook metingen gedaan en die kloppen gewoon met wat het antennebureau gemeten heeft. Dus daar heb ik eigenlijk niks op aan te merken. Hoe is het nu met uw dochter? Niet goed. Nee, het gaat niet goed met haar. En dat komt omdat ze op de plek waar ze nu zit, er ook een aantal laagfrequente storingen zijn. Waaronder schrikdraad. Er is plotseling schrikdraad geplaatst omdat de schapen in de wei lopen. Ja, zij heeft er heel veel pijn van. Met het onderzoek in de hand kan naast KPN nu ook Vodafone doorgaan met het plaatsen van een nieuwe UMTS-antenne op de Sint-Servatiuskerk in Megen. Die komt er begin volgend jaar.